Goedemiddag allemaal, het is nu 3:05 in de middag. En het is onwijs mooi weer. Heel mooi weer, ik heb meneer Roderick aan de lijn. Ja, aan de lijn. En hij is onderweg naar huis, ja. En hij heeft ook zo'n apart stemmetje. En we zeggen al heel vast, heel veel kijkplezier gewenst. En want de post die komt ook zo meteen. En we hebben ook huis in huis en we mogen morgen om 7 uur beginnen. Het is vandaag 2 augustus, dus morgen is het alweer 3 augustus. Ja! Yeah. Ja, en wie was er toen? Eens even kijken wie er zo meteen aankomt gelopen. Kijk. Ja, vliegt een boom en dan heb je het, precies. Wie is het thuis? Nou, het is normaal gek. Ik wil zo meteen ijsje. Ik wil zo ijsje. Hé, meisje. Nee. Nee. Daar gaan we dus niet achteraan, meid. Dat gaan we niet doen. Ja. Lekker buiten zitten, op het balkon. Kijk. Ga uit mijn woning, dom beest. Daar zijn we weer. Word ik nu gefilmd dan? Heb ik daar toestemming voor gegeven? Nee dus, dat dacht ik al. Maar jullie wachten dus op iets anders, of niet? De post, nou die is er niet. Goed nieuws. De post laat maar op zich wachten, die komt morgen pas. Wij krijgen de post vandaag. Krijgen jullie dat? Morgen. Scheelt weer. En wat zit jij nou weer te lachen dan? Dan met moeite je lach inhouden dus. Wat valt er nog te lachen? Ik zie het al. Er is gewoon niks meer te lachen. Watertekort. Dat gaan we doen. Die kraan openzetten. En even het water in de sloot gooien. Dan is er weer water genoeg. Weet je wel, dan kan het water uit de sloot naar de rivieren. En is er weer genoeg rivierwater om kraanwater te maken. Kijk, dat is een oplossing. Er zijn oceanen vol met water. Dus maak me nou niet wijs dat er geen watertekort is. Ongeveer 2/3 van de aardbol is bedekt met water. Kunnen we dat niet gebruiken dan? Wat er nou weer gebeuren?
was je knie volgens mij. Met die scherpe nagels van je. Hey. Ja? Nee, dat waren nagels op en op mijn poot. Ja, dat dacht ik al. Met die scherpe nagels. Kom eens hier. Met die scherpe nagels. Kom eens hier. Ja. Goed zo. Ik zie wel een auto langs komen, maar dat is geen PostNL. Een cd'tje. Geen PostNL, geen DHL, geen cent. Allemaal niet. Geen van Stratenpost. Nee, want die zijn toch gefuseerd. Met cent. Centpostnl.nl. Maar ik wil niet gevlogd worden, dat had ik al gezegd. En toch ga je maar door met vloggen. Vind ik dat leuk? Nee. Waarom doen jullie dat dan? Jullie dat leuk vinden. Ja, ja. Dat dacht ik al. Ben je nog naar retournisten op zoek? Heb je de kijkers al verteld wat retournisten is? En waarom dat zo anders is? Nee, denk ik niet. Of heb je het wel verteld? Nee, dat dacht ik al. Zal ik het even kort uitleggen? Stel, je zit thuis, je hebt twee gebroken benen, twee gebroken armen. Juist. Retournista. Wat is retournista? Stel, je zit thuis, het regent buiten, nou, nu niet toevallig. Het is veel te heet buiten, nu wel toevallig. Je hebt geen zin om naar die winkel te gaan. Je gaat online, bestelt iets. En je weet niet of de kleur goed is. Dus dan bestel je nog een alternatief. Of in verschillende maten. Misschien wat de maat te groot of te klein. Bestel je gewoon een aantal dingen online. Nou. Blijkt toevallig dat het niet allemaal goed is. Wat doe je dan? Dan zou je normaal geteld niet ergens zien. Alle spullen weer in de doos moeten pakken. En naar een locatie moeten brengen. Waar ze die pakketjes dus in ontvangst nemen. Nou, van Returnista. Een website. Van nou, waar u nu iets besteld heeft, die ondersteund wordt ondersteund door Returnista. Dan is het handig, oké? Okay? Ik bied mijn pakketje via Returnista. Ik zeg, nou, ik wil dat het vanavond nog komt opgehaald worden, anders morgenochtend. Nou, prima. Dan komt er iemand langs op het door jou gewenste tijdstip, binnen marges uiteraard. Het pakketje ophalen, die plakt er een sticker op. Die sticker die wordt gescand. Je krijgt een e-mail ter bevestiging, kijk, het pakketje is opgehaald. Op dat moment ben je er niet meer verantwoordelijk voor. Het pakketje gaat terug naar waar het vandaan kwam. Zoals van haren. Zoals de schoenenzaak van haren, noem maar op. Moda volgens mij. Okay. Volgens mij. Oké, okay, daar kan. Dus alle mode, schoenen, weet ik wat voor spullen. Nou, Zalando. Daar gaat het naar terug. Jij krijgt na verloop van tijd je betaalde geld terug. En je hoeft niet door de hitte of door de regen naar buiten, naar de winkel. Om of de retailer nut afgiftepunt. En je komt gewoon lekker bij jou thuis. Nee, ik ben toch thuis om 7 uur en 8 uur moet ik weer weg. Nou, het komt tussen 7 en 8. ASOS, Omoda, Decathlon, Van Haren, Oger, America Today, Goze, Greft, ja, gaan we zo nog maar even. En dan nog een paar nieuwe erbij. Ace & Tate, Josh V. En dat waren ze. Ja. Dus bestel je iets via een van deze winkels. Online winkels dan. Dan kan je dat ook weer online laten ophalen. Erg handig. En als je bij hun aan het werk wil, dan kan dat ook. Geef dat even aan onderaan in de commentaar. Dan brengen wij je in contact met de retournisten. Aardige jongens, je kan ze bellen, je kan ze mailen, je kan ze appen. En dan krijg je redelijk snel antwoord terug. En ze hebben nog
We zijn nou in 3 regio's toch? Amsterdam. Ja, daar komt onze grote vriend aan. Ja, Utrecht wel mee. Ja, maar daar komt onze grote vriend aan. Onze grote vriend komt aan. Dan zie ik eerst dat. Nou, de post is aangeleverd. Het is nu bijna. Kijk. Zo laat. En dan gaat er weer van tussen. Dan zeggen we dankjewel, we gaan weer sorteren. Want we hebben aardig wat post. 2 wijken, onze eigen wijk en 3 andere wijken. Dus moeten we even kijken welke wijk dat ook weer was. Maar dus ik ga even kijken. Ik ga even naar binnen. Ik kan in één keer heel donker worden, ik weet het. Ik moet nog wat anders doen. Komt helemaal goed. Helemaal goed, jongens. Helemaal goed. Ik zal ze even plaats maken. En deze is niet voor mij. Meneer. Nee, die is voor mij. Scheelt weer. Ja. Neem jullie gewoon even gezellig mee. Oh, leuk. Zit niet echt lekker in mijn bak hier, oh. Dat heb ik al wel in de gaten. Zit niet lekker. Zo. Hij gebruikt ook mijn elastiekjes. Dat is niet echt helemaal de bedoeling. Want we hebben onze eigen kratten. Zo. En dan zit het daar naartoe. En dan zit het daar naartoe. En dan deze. Even hier. Zo. Die even naar de. Hier even neerzetten. Even zo. Even die daar. Mijn bonnetje schuift altijd hier naar boven. Bekende foto, ik weet het. Ja, maar dan. Even weer licht maken voor het sorteren. En dan eens even kijken hoeveel kratten we hebben. Hé, hey, mop. Zwillen? Ja, maar je moet ook rustig aan doen. Rustig aan. Ik zal maar even helpen, mensen. Zo. Dat is een wijk, eigen wijk van Ro. Dat is een invalwijk van Ro. Dit is mijn invalwijk en dit is mijn eigen vaste wijk. Ik heb 3 eigen kratjes van mijn eigen wijk en 2 kratjes van mijn invalwijk. Dat is 3 kratjes voor de invalwijk, 2 kratjes invalwijk, 2 kratjes eigen wijk. Dus ik heb voor mijn eigen krat even iets meer. Maar dat maakt niet uit, het komt helemaal goed. Zo, ja. En ik heb dus ook een extra zekerheid post. Moet ik ook even even laten weten dat ik hem heb, dus ik moet even zo mijn telefoon erbij pakken. Het is niet heel erg leuk, maar het hoort erbij. Eenmaal, dus ik moet eventjes de app even opstarten. Dat ga ik dus niet doen. Dat vind ik zielig. Wacht heel even. Ja, en toen nog de laatste straat even mijn eigen wijk. Ja. Dan heb ik al aardig wat in de bak. Kijk, wat ik al heb gesorteerd. Deze. En dit is mijn eigen wijk. En dan moet ik nog deze wijk doen. Ja, en bij de kampen. Dat is leuk. Dus ja, dat is nog leuk. Deze hoef ik niet echt heel erg goed. Dus ja, moet wel. Maar deze kan ik in principe heel makkelijk sorteren. Dus dat vind ik ook wel weer fijn. Ja, dat is wel weer fijn. Vaak doe ik dan de tweede.
gekampt, heel veel op de fiets. En dan de eerste gewoon is, daar heb ik wel mijn hond. En vooral met zo weinig, dan blijf je lopen. Dus doe ik het lekker op deze manier. Dus dat is wel weer lekker. En dan weer 72. Kijk, dat is nou lekker, mensen. Dat is gewoon fijn. En dan bestaat de Langstraat eigenlijk in drie delen. Mm-hmm. Fijn. Nee, ik moest deze hebben. Dit houden. Ja, die wordt daar weer. En deze rijtje. Even nadenken hoor. Nee, die hoort niet eens bij mij. Die hoort bij meneer die daar. Meneer en je dokus kwak. Hey, ik zie weer wat. 5HM. 5HMVG. Ja. Hij is hier er al uit. Ja, die is er al uit. Ik ben niet snel genoeg. Ja, 61. Kijken, ja, 61. Mooi. Mag ik nog een keertje bij 61 doen? En 67, die ervoor. 51, hartstikke mooi. De 51, dat is mooi. Zo, ja. Die weer hier. 240, dat is leuk. 40 zoeken. 41, 2, 41, 240, 295. Een grote envelop weer. 261, alleen net op, hè? Hier. Zo. 259, gaan we weer. Zo, 259, dat is leuk. Zo, dan had ik die kant ook alweer gedaan. Die gaat gewoon in bijna drie. Ja, bijna, maar niet helemaal. Zo. Zo, voor nog een klein elastiekje, ja die heb ik, kijk. Zo, en dan hebben we alles weer gebundeld. En dan gaat alles nog een keertje in een grote bundel. Dat is wel weer zo ideaal, toch? Ja, alles is ideaal, mensen, als je het maar doet en wilt. En als ik iets even in de klem hier, zo wat, hartstikke mooi. Dan haal ik het even uit. Dan doe ik het ook even in delen. Dat is de folders die we moeten bezorgen. Morgen ook. Ik ook even lekker in delen. Ja, ik ben nog wel slim. Dan past alles in de krat. Ja. Kijk, dat gaat dus over
dit. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen lezen, anders doe ik het even zo. Hartstikke idee, ook leuk. Nee, ik word hier niet voor gesponsord. Het is mijn eigen werk. Dus, wil jij onze collega worden? Reageer dan. Ik zet de link even hieronder. Nou, dit is even dus in mijn andere invalwijk. En dan heb ik hier al de reclames, wat ik net al heb laten zien hiervoor. Nou ja, dat gaat Rode ze nog even op en op nummers sorteren. En dan mag hij nog even. Ja, en ik ben gewoon alweer back-off en moe. Er komt ook een hoop kijken, maar daarover vertel ik jullie zo meteen wel wat meer over. En wat ligt hij weer zo lief. Kom jij nou weer kijken? Graag. Kak, 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 kak. Ik let niet op. Het is gewoon water. Maar er moet wel eventjes een doekje, ook even hier zo. Nee, uit de dingerst. Ja, dat is de schone was, ja. Ja, gelukkig heb ik een bord, ja. Ook dit keer gebeuren, mensen. Water laten flikkeren. Waterverspilling. Nee, echt, hè? Wees zuinig met water. Ja. Maar dan is wel weer gelijk mijn tafel schoon. Dan heb je het water goed gebruikt. En dan is het geen en geen waterverspilling. Nee, geen afwas ermee doen. Nee, even zo. Nog even. Want ik wil voor jullie wat laten zien. Nou mag ik dit aan jullie laten zien. Dat ik het aan het schoonmaken ben en droogmaken ben. Kijk. Ik keek weer niet goed uit, mensen. En met mijn dikke billen. Nee. Waarom heb je ook een dikke billen? Zo. Ik wil jullie wat laten zien. Hij ligt zo lief. Hij mannetje. Hij kerel. Lig jij lief? Ja, en momenteel is er overal jaloers op. En hij ligt hier al bijna 2 uur lekker op de bank te hangen en te liggen. Wat moet jij, jaloers ding? Wat moet jij? Ja, hè? Je bent ook loops en ladies soms aan het schoonlikken, hè, beide. Kijk, en dan gaat ze weer af. Dat vindt zij niet leuk. Weet ik wel. Ja, maar ik ben zielig, zeg maar. Snap dat dan? Ik ben zielig. Nog iemand en die zo lekker aan het liggen is. Ja, nee, jij niet. Dat moet jij eigenlijk doen, hè? Schoonmaken. Jezelf schoonmaken.
hebben we hier al een heel lief meisje die lekker ligt. Mijn meisje. Goedenavond, deze mooie avond. Ja, precies. Ja. Het is nu alweer 10:15 in de avond. Ja. Het lijkt net of ik hier wat heb zitten. Maar dat is niet zo. Maar ik wil jullie een beetje op de hoogte stellen hoe het vandaag is gegaan. Vanochtend zijn wij naar het ziekenhuis gegaan. Ik had dus eerst deze aanvraagformulier mee. Ja, aanvraagformulier. Van mijn zorgverzekering. Univé. Ja, daar plukte u de vruchten van. Ja, en geen groente van. Nee. Nee, niet doen. Nat. Nee. Nee. En. Nou, daar aangekomen. Daar aangekomen. Precies. En bij de balie. Gezegd van, luister, ik moet het invullen. Een beetje frons. Nou, dit zijn we niet gewend. Maar we gaan wel aan de dokterassistenten vragen. Of weet ik veel hoe ze heet. Maar kijk, prima. Dus ze komt bij ons. Want we moesten even zitten in het in de wachtruimte. Wachtkamerruimte. Het is een ene grote ruimte, ik vind het prima. En waar meerdere zitten. En komt ze weer bij ons. Ja, zegt ze. Deze die je hier hebt, werkt niet. En die hoef je ook helemaal niet te gebruiken. Ik zie ja wel, want ik heb gebeld en dat moest ik uitprinten. Nee, zegt ze, want dat werkt anders. Anders? Ja. Dus zegt ze, maar wij moeten die aanvraag doen. Niet jij, wij. Oké. Maar als je even blijft wachten, dan krijg je dus een kopie mee. Kopie, kan dat ook? Ja. Dus, vandaag is mijn machtiging gestuurd en naar mijn zorgverzekering en voor mijn buikwandcorrectie. Zoals jullie, nou, ik heb nou dan even geen BH aan even op dit moment. Of toch even nou niet. Maar dan zit ze om meteen helemaal weg dit. Kijk. Zit dus om meteen helemaal weg. Dit is dus helemaal zo meteen weg. Is dat een mooi platte buikje? Kijk. Is ook leuk. Ik ga daar ook wat meer vlogs over maken. Ik word ook geïnterviewd door een vriendin. Die ook aan het vloggen is. Isabel, toch heet ze? Ja, Isabel. Dus zij heeft dus ook een maagverkleining gehad. En zij doet even iets meer daarmee. En ik zal haar ook even linken hier ook in, met een i ook. Dus dat komt ook helemaal goed. Dus als mijn zorgverzekering foto's wil, dan moet ik weer naar het ziekenhuis toe. Er zijn foto's van mijn buik gemaakt. Dan moet ik dat dus even opvragen en dan kan ik dat dus wel doorsturen. Weet ik hoe dat allemaal werkt. Ik vind het allemaal prima. Dus en hoop ik dat ik binnen 10 dagen, een akkoord heb of gewoon een bericht. En dan gaat het snel, want de arts die wil me eigenlijk in principe zo snel mogelijk op tafel hebben. Dus ja, als jullie dit zien is het al lang en breed 7 augustus geweest. 7 augustus ben ik jarig. Ja. Ja, dat is niet. Hahaha, grapjes. Dus ja, ik ga wat meer vloggen over mijn buikwandcorrectie. En ik hou jullie daar wel mee op de hoogte.
Ja. De informatie die komt nog veel meer. Ja, ik zal ook wel een plaatjes dan... ik zal er nog wel eventjes een aparte vlog erover maken. Samen met Ro. En we gaan ook nog even deze vakantie ook nog eventjes met mijn obesitas even doen. Maagverkleining. Nog eventjes doen. Sowieso. En dan ook nog, nou ja, dan gaat ook die andere vlog interview ook nog plaatsvinden. Dat gaat Ro ook doen. En ik ga Ro ook doen interviewen. Want ja, Ro die wordt mijn aanstaande man. Zoals jullie weten. Moet ik kijken? Of oké. En ja, het is ook belangrijk wat en wat de omgeving ervan vindt. En ik ga het ook een beetje aan mijn mama vragen. Of zij dan ook een beetje een videootje wil maken. En dan eventjes in de stek wil doen. Zodat ik dat ook kan doen. Want dat is toch wel een beetje mijn omgeving. Of ze nou ergens ver weg Pakistan woont. Of heel dichtbij. Het is wel ook zo belangrijk. Dus ja. We houden jullie heus wel in de gaten. Nou niet in de gaten. Maar jullie houden mij in de gaten. Want jullie volgen mij. Toch? Ja. Nee, maar dat komt goed. En ja. Blijf me volgen. Toch? Niet dan. Ja. Bij deze wil ik. Namens ook Ro. Jullie bedanken. Voor het weer. Voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou weer leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat een leuke reactie achter, want dat is ook zo belangrijk. En deel deze vlogs. Gewoon lekker delen. Blijf delen. Als jij het doet, doe ik het ook. Laat ook even dan eventjes onder dat je deze hebt gedeeld, want dan ga ik naar jouw account. Naar jouw kanaal en dan ga ik ook wat delen en dan zal ik dan ook melden. Dus gewoon even Wim, leuke wisselwerking en dan misschien groei jij ook weer. En misschien groei je dan ook weer en dan kunnen we allebei weer groeien. Dus ja, nou dit was de vlog weer. En we hopen dat jullie weer hebben genoten. En kijk uit voor deze warmte, het is nog warm. En dan zouden we zeggen, dank jullie wel. En tot de volgende keer maar weer. Doei. Nee, ik wil niet wat ik wil.